Hou je van magie en van knutselen? Dan kun je in dit filmpje leren hoe je zelf amuletten moet maken. Ik ben Mirjam Gielen en ik ben schrijfster. Ik heb 3 spannende boeken geschreven voor meiden vanaf ongeveer 10 jaar. Het zijn fantasyboeken en er komt heel veel magie in voor. De trilogie heet De Tempel van de Spiegels en het eerste boek, Het Magische Kristal, kun je vanaf februari kopen in de winkel. Er zijn 3 hoofdpersonen in het boek, 3 meisjes, Sibylla, Marthe en Cathalie. Je ziet ze hier op de voorkant van het boek. En die wonen en studeren in een tempel waar ze allerlei soorten van magie leren. Een van de vakken die ze daar krijgen is het vak amuletten maken. Ze maken die amuletten van vilt waar ze op borduren en waar ze dan bijzondere stenen in stoppen. Om amuletjes te maken heb je om te beginnen wat vilt nodig. Vilt is een makkelijk materiaal, het rafelt niet en je kunt het in allerlei mooie kleuren krijgen. Ik ga er nou een vorm uit knippen. Ik heb papieren vormen. Het eerste vormpje. En dan heb ik nog een tweede nodig. Ik heb 2 vormpjes. Dan ga ik nog een mooie kleur borduur kiezen om erbij te doen. Ik denk dat deze blauwe kleur er wel mooi bij staat. Je hebt een vrij stevige naald nodig met een groot oog, zodat je het borduurgaren er makkelijk doorheen kunt krijgen. Ik denk dat ik hier een spiegeltje op ga doen. Deze kleur is wel mooi erbij. Ja. Eerst moet ik de draad even goed vastmaken in het vilt. Zo, die zit vast. De spiegeltjes hebben al een rand van garen die er omheen gehaakt is. Dat is makkelijk, want nu hoef ik alleen maar met de naald daar doorheen te steken. Het is natuurlijk leuk om de amuletjes nog te versieren met leuke steekjes. Je kunt gebruik maken van de sticksteek of de kettingsteek. Als je niet weet hoe je die moet doen, dan kun je misschien aan je moeder of je oma vragen of die kan helpen. En anders kun je op het internet zoeken, want er zijn ook plaatjes te vinden van hoe je die steken kunt maken. Ik zal deze een beetje versieren met wat stiksteekjes. Ik heb hier kleuren gekozen, blauw en groen en een maanvorm. En dat vind ik goed passen bij de nacht. En als ik nou dit amuletje straks ga vullen met bijvoorbeeld lavendel. Hier zie je een aantal lavendelbloemetjes. En ik doe er een stukje amethyst in. Dat is een mooie paarse steen. Dan kan het amuletje je helpen om te ontspannen en lekker te slapen. Als je nou vindt dat je het amuletje genoeg versierd hebt, dan kun je de 2 vormpjes aan elkaar gaan maken. Dat zal ik even voordoen bij deze. Hier had ik aan de ene kant een spiraal geborduurd en aan de andere kant had ik met het spiegeltje een zonnevorm gemaakt. Er hangt nog een draad aan, dat is makkelijk. Het aan elkaar maken, dat kun je doen met de overhandse steek. Die is heel simpel. Je steekt hem aan de achterkant erin, van achter naar voren. Een klein stukje opschuiven. En nog een steek. En zo ga je het hele amuletje rond. Je moet het amuletje niet meteen helemaal dichtmaken, want je moet hem ook nog vullen. Nou zijn dit vrolijke, energieke kleuren. En als ik het nou vul met bijvoorbeeld een stukje bergkristal. Dan zie je bergkristalletjes liggen. Zo, bergkristalletje erin. En iets wat een beetje een lekkere, pittige geur heeft. Hier heb ik komijnzaadjes. Zo. Dan kan dit een amuletje zijn wat je helpt om je te concentreren. Dan kun je daar, als je hem goed gevuld hebt, het
amuletje verder dichtmaken. Voor de dingen die je erin wil stoppen, moet je vooral dingen kiezen die voor jou fijn voelen en die helpen bij het positieve effect wat je wil bereiken. Over wat je kunt doen met edelstenen of met kruiden kun je op het internet heel veel vinden. Als je hem helemaal dicht gemaakt hebt, moet je de draad ook even stevig vastmaken. Dat doe ik door weer een aantal keren door hetzelfde gaatje te steken. En dan is hij klaar om afgeknipt te worden. Ik heb ook een iets moeilijkere amulet gemaakt. Die zie je hier, dat is deze driehoek amulet. Die heb ik gemaakt van een vorm driehoek met drie gelijke zijden. Daar heb ik er vier van uitgeknipt. Eerst heb ik op iedere kant een spiegeltje vastgemaakt en daarna ben ik de driehoekjes aan elkaar gaan maken. Ik heb hem aan de bovenkant niet helemaal dicht gemaakt, dat heb ik opengelaten. Want op die manier kon ik hem makkelijk vullen. Ik heb een koordje door de bovenkant gedaan, een gevlochten koordje. Dan kan ik hem dicht trekken en ook altijd weer openmaken. Ze zijn ook heel leuk om als cadeautje te geven. En het gezelligste is om ze samen met een paar vriendinnen te maken. Dan kun je ondertussen lekker kletsen over de boeken die je gelezen hebt. Als je nou nog vragen hebt, stuur me dan een krabbel op een huispagina.